Ja, we staan hier in de Canisius, de school waar jullie al 6 jaar gezeten hebben. Wat gaat hier vandaag gebeuren? Vandaag gaan wij een lipdub maken. En wat houdt een lipdub in? Dan moet je zeg maar achteruit lopen en dan ga je een liedje playbacken. En ondertussen worden allemaal dingen uitgevoerd. En wat is jullie thema? Nou, ons thema is een foute carnaval. Dat zie je ook wel aan ons. En het is heel kleurrijk en de rest van de school heeft als thema zwart-wit. Dus wij spatten er zeg maar extra uit. En dat zwart-wit, waarom zwart-wit? CID staat voor het respect voor anderen en dat je iedereen accepteert zoals die is. Dus het maakt niet uit of je zwart of wit bent en daar komt het denk ik vandaan. En ja, heb jij een speciale rol bij die carnaval vandaag? We doen het in groepjes en iedereen doet een stukje en het is allemaal opgedeeld en het is één film zeg maar achter elkaar, dus er wordt niet in geknipt en iedereen doet een klein stukje playbacken en of een dansje daarachter. En hoe lang gaat dat geheel duren wat jullie De lip duurt in totaal, ja, als het helemaal klaar is duurt hij 5,5 minuut. Maar de voorbereiding is wel wat langer natuurlijk. Ja, je bent nog druk bezig. En, ja, zeker. Die prachtige bril, blijft die ook af en toe voor je ogen? Ja, nee, straks in het filmpje moet die voor mijn ogen. Heel veel succes. En dank je wel. Ik ben geen bril. Wat was vandaag het thema hier van die C-Day? Ja, C-Day is Canisius Day, hè. De C staat voor Canisius. En het thema is eigenlijk respect voor elkaar, voor jezelf, vooral voor de ander. Samenwerken met elkaar. Hè. Je ziet, jullie hebben vandaag heel veel hier gezien. Echt het samenwerken met elkaar. Leren dat niet iedereen alles kan, maar dat degene met wie je normaal in de klas staat andere dingen misschien wel heel goed kan. Dus begrip voor elkaar. Eigenlijk is dat een beetje de achtergrond en je hoopt dan dat, we doen het vaak juist aan het begin van het jaar, zodat leerlingen daar een heel jaar ook plezier van hebben. Want we willen niet dat dat respect alleen maar bij vandaag blijft, dat hoort elke dag eigenlijk zo te zijn. En dat is wel, wij zijn een school die uitgaat van waarden en normen en daar past deze dag heel goed bij. Ja, want er zijn van allerlei activiteiten in de revue gepasseerd. En hoe is het om als nieuwe directeur van deze school dat te mogen meemaken? Ja, ik ben inderdaad sinds ruim een jaar directeur hier op school. Vorig jaar kon CIDE helaas niet doorgaan. En ik had er al veel over gehoord. Ik mag het nu zelf meemaken. Ik vind het echt een geweldige dag. Leerlingen leren elkaar op een andere manier kennen. Docenten doen mooi mee. Ik heb de voorbereiding mee mogen maken. Echt een petje af voor de collega's die dit allemaal zo organiseren. Het heeft echt heel wat voeten in de aarde. Het lijkt allemaal heel simpel, maar er moet echt veel geregeld worden. En ik vind het echt een geweldige dag. We hebben mooi weer erbij. Een hele mooie start gehad met een HK. We gaan straks hier op het veld afsluiten met een hele mooie activiteit. En ik ben trots op onze school, op onze leerlingen en op mijn collega's.